De Federatie voor Afrikaans Suriname heeft een lezing gehouden met als thema een stukje historie van Suriname, strijd en bevrijding. De federatie is van mening dat deze geschiedenis te belangrijk is en dat het niet goed is weergegeven. 50 mannen uit Kaimangrasi Swampu begonnen 154 jaar geleden een heftig debat met gouverneur van Lamsbergen, welke tenslotte geleid heeft tot de vrijheid van de slaven. Ewan Weygaarde, voorzitter van de Federatie voor Afrika Suriname, is onze geschiedenis heel bijzonder. Hij blikte terug op de heftige strijd om vrijheid die duurde van 1740 tot en met 1863. Waarom bijzonder is, is omdat wij zoveel verzet hebben gehad in Suriname. Denk maar aan al die 6 tribes die we gehad hebben. We hebben 3 in het oosten van Suriname, noordoosten van Suriname. En 2 in het zuiden en 1 in het zuidwesten van Suriname. En allemaal hebben gestreden voor vrijheid. Vrij om vrij te zijn, niet als slaaf te leven. Zoveel strijd is gevoerd vanaf 1600, toen we hier zeg maar uit Afrika naar Suriname gekomen zijn. Het is nooit een aangename zaak om slaaf te zijn. En heeft gevochten. De ene heeft harder gevochten dan de andere. En de ene had misschien iets makkelijkere omstandigheden om door te gaan met het gevecht. En de andere minder. Ewan Weygaarde, voorzitter van Federatie voor Afrikaans Suriname. Volgens Humbert Landveld, een van de nazaten van Bruce Calico, is er op plantage Roerarok ook strijd geleverd voordat de Suralco werd opgezet. U hoort ook de spirituele leider Ramon Macnac, die gelooft dat de spirituele kracht van onze voorouders geholpen heeft om die strijd te winnen. En zo moesten die mensen later van Roerarok verhuizen. Dat was in de jaren 1904, 1910. Moesten ze weg. Alles maar binnenkomen. Maar destijds woonden die mensen niet zoveel meer daar. Die ben ik me gewoon aan boksit, aan stooibrokken. En ze wisten niet wat boksit betekende. Die hebben best op dat naar money. Toen zijn ze van daar weg en die zijn gaan wonen op een klaverblad, vlak naast Roerarok. Dit is maar beetje. En van daar weer, die weet je, stroomt dan naar deze palibide. Die jaren 40 ben je voorzien, stabiel lever, daar ben je dan niet op basisschool overleven. Overleven, dat moet je biedisch maar kennis, want andere hoofdas had men niet. En dat die jaren niet voor kap, het werd als brozo, met die leren voor kapitein brozo. En mijn fout, mijn video moet je in barmi. En kapitein brozo, we zijn nu, zei je dat kapitein brozo. Ben de waf de man die bij Leiatori. Mijn babi, dat kan ik ook. En die in Lukufu asei voor jeje, want na zei dat niet kon verhandelen. Dan, mino, man put alasani bloot jaso. Want ja na presi voor ai opo, maar na presi voor bepaalde sani conconsonadoro. Spiritueel leider Ramon Macnac. Hij sprak zaterdag tijdens de lezing een stukje historie van Suriname, strijd en bevrijding. De lezing is gehouden door de Federatie voor Afrikaans Suriname in de Botanische Tuin, Prak Owaki.